Socioloog en auteur Kirti Algu heeft vanmorgen haar boek Religion, Power and Society in Suriname en Guyana, Hindu, Muslim and Christian Relations gepresenteerd aan belangstellenden. Volgens haar onderzoek scoort Suriname hoog op de religieuze diversiteitsindex. We staan op de 4e plaats in de wereld en op de 1e plaats in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Algu geeft aan hoe ze op het idee is gekomen om dit boek uit te brengen. Het idee is voortgekomen uit ervaring en reflecties met betrekking tot religieuze diversiteit in onze eigen samenleving. Ik heb in 2007 onderzoek gedaan naar niet-christelijke nationale feestdagen. Dat is mijn bachelorstudie. En in 2011 studeerde ik af voor mijn masteropleiding Development and Policy op institutionele ontwikkeling van christendom, hindoeïsme en islam in Suriname en Trinidad. Nou, dus al die studies hebben bijgedragen aan een bepaalde indruk over onze religieuze diversiteit. En ik wilde dat uitbouwen in een modelletje, in een raamwerk om beter in discussie te gaan met collega's op mijn vakgebied, nationaal, internationaal. Dit boek bespreekt hoe Suriname en Guyana met hun religieuze diversiteit zijn omgegaan. Er is een raamwerk om beide naties te begrijpen door demografie, religieus leiderschap, politieke factoren en koloniale achtergronden met elkaar te vergelijken. Algu heeft onderzoek gedaan in Abra Broki en geeft aan waarom zij voor die buurt heeft gekozen. Dus ik heb Abra Broki gekozen. Abra Broki was interessant omdat het dus religieus mix was. Je had daar een hele sterke concentratie van de EBG'ers met Saron en die scholen daar zo. En je had dus ook een interessante aanwezigheid, belangrijke aanwezigheid van moslims. En niet gewoon moslims, het waren dus wat wij noemen dus de conservatieve stroming. Nou, dus dat was heel vanuit wetenschappelijk perspectief ontzettend spannend om te begrijpen voor interreligieuze verhoudingen. Dus ik ben op een gegeven moment met mensen gaan praten, mensen van die religieuze huizen, maar ook gewoon buurtbewoners. En ja, wanneer je met die mensen begint te babbelen, je komt bij ze op bezoek, ik kan mevrouw Hildenberg nog zo voor me zien, word je uitgenodigd op het balkon en dan krijg je lekker ijsje zitten, taktori, met wijlen meneer Marius Roosburg, die vertelt je over de religieuze organisaties, maar ook dus de NGO's daar, buurtplatform. Nou, anyhow, dus dat was een aparte episode, maar heel leerrijk om te begrijpen hoe religieuze groepen omgingen met elkaar in een tijd van christelijke dominantie, zo noem ik het, christelijke dominantie. Het boek kan worden gezien als hoe Suriname in het echt een rijke religieuze diversiteit heeft. Dit brengt een mooie uitdaging met zich mee. Onderhouden en gezond houden van dit alles, zegt Algu.